0-5 verlies op eigen veld tegen Volendam, een hele zware avond. Ja, dat klopt. De wedstrijd is denk ik tot de rode kaart redelijk in balans. Beide ploegen hebben moeite om echt de controle in de wedstrijd te krijgen. Ja, beide ploegen ook een paar momentjes waar misschien iets gevaarlijks uit kon komen. Ja, toen kregen we net op de bank een beetje het gevoel dat we wat meer controle kregen. Ik heb een moment met Leren die had kunnen scoren. En er komt de rode kaart situatie en binnen 5 minuten sta je op 2-0 achter. Ja, wordt het nog voor rust 3-0, ja, dan weet je dat het lastig gaat worden naar rust. Maar goed, we vonden wel dat het op een gegeven moment wel heel erg makkelijk ging. En dat we wel iets meer van ons hadden af mogen bijten. Heb je wel eens eerder met 0-5 verloren? 0-5 nog niet, wel 5-1 vorig jaar. Maar 0-5 in eigen huis is helemaal erg, ja. Ja, het is eigenlijk ongelooflijk. Ja, dat is niet te begrijpen. Hè. Ja, dat is inderdaad een koude douche. Hè. Je begint goed de eerste twee wedstrijden. Ook nu stond het op een gegeven moment redelijk goed op het veld. En dan zie je nogmaals dat je met 10 man komt te staan en binnen no time elk 3 tegendoelpunten krijgt. Ja, dan is de wedstrijd beslist. En daar hebben we net na de tijd ook wel even over gesproken. Dat het niet zo mag zijn dat je bij de eerste beste tegenslag gelijk de wedstrijd ook verliest. Hoe moet je zo'n nederlaag verwerken? Ja, ik denk gewoon als team er voor elkaar zijn, bespreken wat de fout is gegaan, zodat we de volgende wedstrijd beter kunnen doen. En hier leren we gewoon van. We moeten gewoon uit een ander vaartje tappen. En dat is nu duidelijk, denk ik. Ja, nou goed, het mooie is dat we maandag weer mogen spelen. Hè. We hoeven niet een week te wachten, dus maandag zijn we in de gelegenheid om dit weer recht te zetten.